Ja, je hebt de mooiste vrouw van de wereld. Echt waar? Ja. Nee, je glühwein. Zeker. Ik zou met jou wel een glühweintje willen drinken. Nou ja. Was dat nou echt nodig met die jongen? Ach joh, je hoeft echt niet bang te zijn dat ik met een ander meega hoor. Echt. We houden jullie al een tijdje in de gaten. En het ziet er niet al te best uit voor jullie. Hoezo? Ze hebben echt geen idee, hè? Mijn naam is Carla Velzerhuizen. Ik ben aangesteld vanuit de overheid om het virus van desinteresse, futloosheid en ongeïnteresseerdheid tussen man en vrouw stevig in te dammen. Onze maatschappij kan de gebroken harten niet meer aan. En er zal meer liefde verspreid moeten worden. Nee, maar wacht even, want ik snap het niet. Wat is er dan precies aan de hand? Ik bedoel... Wanneer hebben jullie voor het laatst de vonk van verlangen door je aderen voelen stromen? Met de onbevangenheid van twee nieuwsgierige kinderen. Elkaar knuffelen. Deelname aan dit herstelprogramma is verplicht. Verplicht? Als u het niet voor uzelf doet, doet u het dan voor een ander. Ik zie het al. Deze twee hebben nog even tijd nodig om tot de kern te komen. Ik ben een prima plek waar dat kan. De bak in met die twee. Nee, die zijn er nog niet klaar voor. Afvoeren. Laat dat bloed weer eens door je aderen kolken. Word weer als een onbevangen kind. Hoe lang zijn we hier al helemaal mee bezig? Kom, terug de bak in. Thank you.